dames en heren. Fijn dat u er allemaal bent. Ik ben Kees Heijsten, ik ben de voorzitter van HCC Genealogie. En daarmee, misschien heeft u mijn naam al een aantal keren voorbij zien komen, waar dan ook. Er worden vandaag video-opnames gemaakt. In verband met privacy-wetgeving moeten we daar vooraf melding van doen. Zegt u van, ik wil dat niet, ik wil niet opgenomen worden. Het blijft voor ons voor intern gebruik. Dan kunt u daar bezwaar tegen maken tegen de heren daar met de rode t-shirts van HCC, waar die voor de camera staan. Goed, we gaan er vandaag aan beginnen. Een hele mooie HCC genealogiedag, de 11e keer, 11 jaar op rij. En dat vinden we schitterend. René, hartelijk dank voor de gastvrijheid van het archief. Waar we enorm blij mee zijn dat we eens ook in Rotterdam terecht kunnen. Omdat er ook heel veel van onze leden zijn. En ja goed, ik begin altijd met een waarschuwing voor degene die nieuw begint met genealogie. Want u kunt nu nog naar huis gaan en zeggen van ik begin er niet aan. Want als u eenmaal besmet bent met het virus, u komt er niet makkelijk meer vanaf. Ik noem het wel eens gekscherend, het is een ongeneeslijke geslachtsziekte. Niet kwaadaardig, maar zeer besmettelijk. Dat, ik ben er zelf 35, 40 jaar geleden achter gekomen. Er zijn diverse symptomen van. Waarvan een ervan is dat je je voorouders gaat opgraven en minutieus gaat onderzoeken. En als je dan opnieuw ontdekt denkt te hebben, dan gaat het verleden bij de wereld in. En dat is weer zo leuk. We hebben vandaag twee hele mooie lezingen. Eén over geluk, dat u gaat René straks doen. En dat, snap ik, wat willen we nog meer als geluk? En de Tuschinski, degene die die lezing geeft. Als dat dichter kan, dus u gaat er niet meer verder. We hebben op de tweede verdieping een informatiemarkt. Er staan heel veel standhouders van genealogische verenigingen. Heel veel softwaremakers zijn aanwezig van genealogische software. Heeft u vragen over uw eigen programma? Nou, stel ze daar, want daar zitten de experts op dat gebied. Dan zegt u, kom ergens niet uit. Dat, ja, dan kunt u bij hen terecht. Ik zou niet weten waar de anders terecht moet kunnen die zo'n kennis hebben op het gebied van hun eigen programma. Vandaar verder voor mij nog een hartelijke dank aan degene die, die meegeholpen hebben om deze dag te maken tot wat hij nu is. Vanuit het Stadsarchief hebben we heel leuke contacten gehad met René Spork en Suzanne Oudshoorn. En verder natuurlijk alle andere medewerkers die vandaag hun uiterste best doen om voor ons een mooie dag te maken. Ook hartelijk dank van genealogie, John Klaassen, Maarten van Raal, Maurik en Frank Leder. Die extra hun handen uit de mouwen gestoken hebben. En verder dat ook zij hartelijk dank, jij ook. Wat hebben we vandaag voor onze leden? We geven een, wie blind is van HCC Genealogie, die kan straks boven, waar het binnenkomt van de studiezaal, krijgt van ons een heel leuk boekje. Het, hoe het exact heet, weet ik niet, maar er was iets van Rotterdam voor Dummies of zo. Dat was, ja, ja, nee, heb ik goed onthouden. De meesten hebben misschien al een A5 notitieblokken daarvoor aangepakt met het potlood van het gemeentearchief, wat we allemaal ook in gratis hebben. Ja, rest mij om nu allemaal nog een hele mooie dag te wensen. Met, waarbij ik de hoop uitspreek dat u vandaag mag vinden waar u zo lang naar op zoek bent. Fijn, dank u wel voor uw aandacht en geef graag het woord door aan René Spork van het archief. Hallo, mijn naam is René Spork van Stadsarchief Rotterdam. Ik ben verantwoordelijk voor het publieksbereik bij het Stadsarchief, dus voor de promotie van de collecties en archieven van het Stadsarchief. Die willen wij zo goed en graag mogelijk aan de man brengen, opdat ze zo mogen door u worden benut. En dat is natuurlijk van ons belang. Wie het spoor naar zijn of haar verleden wil volgen, is overigens niet alleen vandaag aan het juiste adres bij het Stadsarchief Rotterdam. We helpen u bij het onthullen van uw verborgen verleden. Wij nemen u bij de hand, wij reizen indien nodig met u naar verre landen en geen zee gaat ons te hoog. Tenminste, als u Gerard Cox heet of Loes Luca of Jules Deelder en een cameraploeg meeneemt. Bent u niet zo bekend, dan mag u het zelf uitzoeken. Natuurlijk bent u nog steeds van harte welkom op onze studiezalen, waar u deskundige advies mag verwachten. Maar verder, steeds vaker zult u te horen krijgen dat u net zo goed thuis had kunnen blijven. Achter uw pc waar u toegang heeft tot een spectaculaire hoeveelheid genealogische informatie. Dat laatste, dat is het hem nou. Hoe vind je de weg? Waar begin je?
Hoe moet je de gevonden informatie duiden? Wat zijn de valkuilen? En laten we eerlijk zijn, die historische sensatie van een geschreven document, dat is toch eigenlijk wel een goede reden om wel naar een archiefinstelling te gaan. Hè? Want dan zie je zo'n mooie akte met die handtekening van je overgrootouders erop en dat is geweldig. En juist dat zie je terug in programma's als Verborgen Verleden. Waarin bijvoorbeeld een bekende Nederlander naar een weeshuis rijdt, overigens om daar een reeds gedigitaliseerd register, zogenaamd authentiek, te raadplegen. Dat register is daar net bezorgd door de archivaris. Alleen waar het register al meer dan 100 jaar berust. Maar ja, dat is tv. Dat wekt de indruk dat je zo je onderzoek moet doen. Heel vaak kunt u het echt wel achter uw pc al vinden. Op deze door de HCC Genealogie georganiseerde dag kunt u terecht met al uw vragen. Er is al vermeld wie de standhouders zijn en wat u vandaag aan deskundig advies mag verwachten. Er zitten ook medewerkers van het Stadsarchief Rotterdam die u gaan helpen. Het programma, dat heeft u waarschijnlijk al gezien, en dat hangt ook her en der in het gebouw. Daar kunt u zien wanneer de rondleidingen, lezingen enzovoorts zijn. Rondleidingen zijn beperkt, daar moet u zich voor opgeven. Dan krijgt u een kijkje achter de schermen. Verder wens ik u echt een hele prettige dag. Ik bedank het HCC voor een hele prettige samenwerking. En bezoek u vooral de standhouders op de tweede verdieping. U kunt de lift nemen, hoeft niet met de trappen. En dan maak het u zelf gemakkelijk, zou ik zeggen. Een hele prettige dag. Dank u wel. Goedemorgen. We staan hier tegenover de John Blazer, een van de organisatoren van de HCC Genealogie in het Stadsarchief in Amsterdam. John, wat zijn jouw indrukken op dit moment? Op dit moment is het nog een beetje rustig, zo mag ik dat noemen. Meestal is het tussen 1 en 3 het hoogtepunt, dan is het echt druk. Maar we zijn hier aanwezig met 20 standhouders. En die standhouders die proberen natuurlijk de mensen te informeren. Wat is genealogie en waar kan ik de gegevens vinden? En dan moet je daarbij denken aan grote websites zoals Wie was Wie van de CBG. We denken aan open archieven, demonstreren aan zelfstandigen. Dat is natuurlijk niet aanwezig. En wat we dan nog meer kunnen aanbieden, dat is natuurlijk de mensen helpen aan het computerprogramma. Wij zijn natuurlijk onafhankelijk, maar ook grote spelers als Gensgatentro, Altvaar, Worldskeepers, Rogin, die zijn hier allemaal aanwezig. Reunion voor de Mac, zullen we zeggen, omgeving. Denk daar ook nog een keer bij aan dat er een aantal grote websites zijn waar je je gegevens kan publiceren. Denk aan MyHeritage, denk aan Genianet en Genealogie Online dan, omdat wij dan nog illustreren. Dus een mix van allerlei zaken, zeg maar. Oké. Deze dag die wordt georganiseerd in samenwerking met het Stadsarchief in Rotterdam. Ja. Ja. Maar dat is maar één van de activiteiten die de HCC Genealogie Interessegroep doet. Zou je in het kort kunnen vertellen wat jullie als Genealogie Interessegroep meer doen? Ja. Wij houden jaarlijks 3 landelijke bijeenkomsten. En dit is dan eigenlijk de 4e, maar iedereen is welkom, zeg maar dan. En die landelijke bijeenkomsten die worden gevuld met een aantal lezingen. Dus, en daar moeten we bij denken aan sprekers of over archieven of over programma's. Dus, zoals een Altvaar of een Gensgatentro. En wat wij dan nog een keer extra hebben dan is we publiceren ieder jaar een tegenwoordig is dat dan digitaal, dat komt dan op een USB-stick. En op diezelfde USB-stick staan ook bijna 1000 parentelen en kwartierstalen van leden voor leden, zeg maar dan. En om dus bezoekersresultaten bekend te maken en aansluiten met een andere die met dezelfde familienaam bezig is. Oké. Okay. Nou ben ik een leek, helemaal. Ik wil gaan beginnen met mijn genealogie. Nu staan we mij te zoeken. Ja. Nou, daarvoor word ik lid van de HCC. En dan met nadruk natuurlijk van de HCC. Maar ik ben een totale leek. Ben ik dan toch bij jullie aan het goede adres? Of moet ik eerst wat informatie en wat kennis op hebben voordat ik überhaupt op jullie terecht zou kunnen? Nou, wij helpen de mensen wel op de goede weg. In de vorm uit te leggen welke gegevens je eigenlijk moet verzamelen. Hè, voordat je
zo iedere keer wel gaat stoppen. Kijk, wij gaan er als computerclub vanuit dat iedereen een computer heeft. Ja, dat begint er al mee. En dat is tegenwoordig wel makkelijk. Dan zijn er een aantal computerprogramma's te downloaden. En daarmee kan je zelf je database adviseren. Zeg maar, iedereen moet te starten met Altvaar. Maar andere programma's die zeggen nee, wij doen het net iets anders. Wij zijn grafisch iets fraaier. Wij maken een website helemaal vanuit het programma. Oké, dat is misschien voor een vervolg. Maar je moet niet gelijk te moeilijk starten, zeg maar. Hè? Dus probeer nou eerst maar wat gegevens in te voeren. Of dat nou 100 namen zijn of 200 namen, dat je een beetje overzicht kan maken, dat je een beetje het gevoel hebt. Dan leren we de mensen waar ze de gegevens kunnen vinden. Ook bij de opening van deze dag wordt dat heel veel mensen komen nog naar het archief. En dan horen ze op het archief van ja, maar deze gegevens die kunt u niet zien, want u moet naar de website toe. Hè? Maar als je zegt ja, maar ik wil wel de akte zien, hè, dan, okay, dan moet je er een speciaal afspraak voor maken. Terwijl heel veel gegevens zijn nu elektronisch beschikbaar. Hè. Ieder archief die is daar druk mee bezig. Hè, maar het is wel een kwestie van jaren. Hè. Ze zijn er al jaren mee bezig, maar het is nog niet klaar. Hè. Dan hebben we het over de actes, arbeiders, overlijdensactes. Stel, ik ben al een tijdje bezig met mijn genealogie. Ik gebruik het programma Altvaar. Nou kom ik erachter dat ik een broer heb en is daar ook mee bezig, omdat dat vader van elkaar wisten. Die gebruikt een totaal ander programma. Zijn dan gegevens van zijn programma uitwisselbaar van mij? Ja. Het is zo slim gemaakt eigenlijk dat alle programma's die op dit moment in gebruik zijn, die werken met een GEPCOM. En die GEPCOM is er eigenlijk voor om te zorgen dat een stukje van je database geëxporteerd kan worden en in het volgende programma weer geïmporteerd kan worden. En die GEPCOM die is volgens standaard van de Mormonen gemaakt. En ja, we roepen altijd zeg maar dat 99% van de gegevens we hebben hier natuurlijk de mensen eigenlijk dat zij contact kunnen nemen met de adviseur of de adviseursleden, welk programma of welke vragen zij hebben natuurlijk dan. Daarom zijn we alleen mee. Wij organiseren niet zelf, maar wij zijn vaak regionaal aanwezig. Later proberen we dan ook de mensen te zeggen, oké, die verzamelt zich gegevens in het programma en later kan je dat publiceren bij Genealogie Online, bij GeneNet, bij MyHeritage. En dat zijn dan wel geen programma's, maar dat zijn wel websites waar je mee in contact kunt komen met andere mensen. Oké, nog één vraag, laatste vraag. En de HCC lid, ook lid worden van de HCC Genealogie Interesse. Zijn daar dan nog extra kosten aan verbonden? Dat klopt. Wij varen als een van de weinige groeperingen dan een soort toeslag, een extra vergoeding, vanwege het feit dat wij dus jaarlijks een USB-stick uitbrengen. Daar wordt onze pensionale, een soort blad, maar dan elektronisch. Met al die kwartierstaten, met info over websites, met info over programma's en dergelijke. En die extra bijdrage is €10 per jaar. Dus ben je al lid van een andere groepering, dan komt het €10 erbij. Ben je helemaal nieuw, dan krijg je een korting van €2,45 of zoiets. Oké, Tom, ik zou zeggen hartstikke bedankt. Veel plezier vandaag met deze kennis. Hoi, Erik, bedankt voor je. Ja hoor, dank je. Naast Ronald Rommelsen, een van de mensen van het Stadsarchief Rotterdam, op de genealogiedag die georganiseerd is door HCC Genealogie. Ronald, wat doen jullie zoal? Het archief.
Ja, nou ja, wij zijn een organisatie, gemeentelijke organisatie van de gemeente Rotterdam. En wij bij Stadsarchief willen zoveel mogelijk historische informatie beschikbaar maken voor een zo groot mogelijk publiek. En een onderdeel daarvan zijn de genealogen. We hebben heel veel genealogische informatie. En dus daarom werk ik ook samen nu om en jullie gebruikersgroep en onze gebruikersgroep samen te voegen in deze dag. Oké, je zegt zoveel mogelijk informatie voor iedereen Rotterdammers, maar ook mensen buiten Rotterdam beschikbaar te stellen. Op welke wijze doen we dat? Doen we op verschillende wijze. Ten eerste hebben wij een website, dus tegenwoordig wordt bijna natuurlijk alles digitaal gedaan. Dus heel veel mensen komen zoeken naar informatie, of foto's van Rotterdam, of informatie over straatnamen. Dan ga je naar onze website toe, je kijkt of je iets kan vinden. En ja, dan tik je bijvoorbeeld Coolsingel in, een bekende Rotterdamstraat. En dan krijg je foto's van de Coolsingel, archief van de Coolsingel en andere informatie over die Coolsingel. En aan de andere kant zijn we ook heel erg bezig met samenwerking. Bijvoorbeeld, we hebben het Historisch Museum en we doen daar verschillende activiteiten mee om ook onze stukken buiten onze poorten beschikbaar te stellen. En het derde punt is dat naast de website kunnen mensen ook gewoon hier de studiezaal bezoeken. En op die manier allerlei informatie vinden en ook echt stukken in hun handen krijgen. Dus we zijn geen museum, we zijn een archief, dus heel veel informatie is gewoon aanraakbaar en te gebruiken voor onze klanten. Oké, nou je zegt heel veel, we zijn een archief, heel veel informatie is beschikbaar. Als mensen dat archiefmateriaal willen raadplegen, kan men dat gewoon doen of moet men daar voor bepaalde stukken of zo ook nog een kostprijs of iets dergelijks betalen? Ja, nee, eigenlijk alles is goed als gratis. Net als bij de bibliotheken, daar moet je lid van zijn, eigenlijk hier gewoon niet lid van te zijn. Je komt gewoon langs als je iets wat zien op onze website en je denkt, dat wil ik wel eens gewoon echt bekijken. En je kan je aanmelden beneden, je gaat de studiezaal toe en je zegt, ik wil dit graag een stuk aanvragen. En binnen een minuut of 10 tot 15 ligt het op je bureau. En dan kan je gewoon echt bekijken. En ja, we hebben gewoon hele oude stukken, echt middeleeuwse stukken hebben we soms, die je gewoon echt kan raadplegen hier. Dus voor sommige mensen is dat heel speciaal, maar ja, dat is heel erg belangrijk dat het gewoon echt zo voor een groot publiek toegankelijk is. En er zijn geen kosten verder aan verbonden. Het enige is als je zelf een foto hebt en dan wil je een hele grote bestelling hebben of zo, een posterformaat, ja, dan is dat extra kosten. Maar normaal gesproken is alles hier gratis. Klinkt heel erg goed. Je noemde net eventjes de website. Wat is het, de URL, zoals dat met een mooi woord heet, van jullie website? Ja, onze website is www.stadsarchief.rotterdam.nl. Oké, Ronald, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview. Ja, graag gedaan. En nou, we hopen dat we nog een leuke dag hebben. Oké. Hoi. Naast me staat Hilde Siemen, een van de enthousiaste medewerkers van het HCC Verenigingsbureau. Hilde, kun je in een aantal wat jullie allemaal precies doen op dat verenigingsbureau? Wij ondersteunen de groeperingen bij al hun vragen bij het organiseren van evenementen. Geef ook PC Active uit. We hebben de hoofdredacteur en eindredacteur terwijl ze op het kantoor zitten. PC Active komt 6 keer per jaar uit. Verder hebben we de financiële afdeling, de administratie. We zijn met z'n tienen op dit moment. Ja. Oké. Leden die kunnen naar het verenigingsbureau bellen met allerlei vragen. Of dat nu gaat om een lidmaatschap, om over deze actief of wat dan ook. Jullie hebben gewoon genoeg mensen die daar dan ook op kunnen gaan. Ja, we hebben de ledenadministratie voor administratieve vragen over lidmaatschap. Hulp bij computers waar ze dan naartoe kunnen bellen, hoe ze hun vragen kunnen doorsturen.
Verenigingszaken is vooral voor de KLM-kernleden, ja, voor het ondersteunen van de activiteiten. Oké, dat was eigenlijk ook een beetje mijn volgende vraag. Ja. ACC is een vrijwilligersorganisatie met een aantal beroepskrachten, met name op het verenigingsbureau. En voor de rest, de interessegroepen en de regio's worden allemaal bemenst door vrijwilligers. Ja, ja? En die vrijwilligers krijgen vanuit het verenigingsbureau een stuk ondersteuning op allerlei vormen. Ja, precies. Ja. Dus als een interessegroep van regio organiseren en vragen overgeven, kunnen ze bij ons terecht. We proberen de vragen zo goed te beantwoorden. We proberen ze te ondersteunen. Ja, de HCC is een vereniging met een aantal beroepskrachten, maar voor de rest wordt HCC gedraaid door vrijwilligers. Ja. Op welke manier kan het verenigingsbureau die vrijwilligers ondersteunen? Ja, we ondersteunen ze middels communicatie, communicatieverspreiding. We hebben de nieuwsbrief naar alle leden, we hebben de kader- en kernleden nieuwsbrief, waarin gecommuniceerd wordt met de kader- en kernleden. Ze kunnen mail sturen naar verenigingszaken of de kop bellen. Dan kunnen we ook reclame maken voor de activiteiten in PC Active. Beursaanbiedingen bijvoorbeeld regelen. Posters, flyers. Helpen met het logo, met het opstellen van en van de flyers. Zoveel, ja, zo breed mogelijk eigenlijk. Alle vragen kunnen ze naar ons toe sturen. Okay. Nou heeft HCC natuurlijk ook een hele goede website, hcc.nl, voor de camera, hcc.nl. Mensen die via de website contact opnemen met de vereniging, het zij om lid te worden, het zij om iets te vragen, wat dan ook, die worden over het algemeen vrij snel beantwoord. Ja, de ledenadministratie wordt in de middag bemand. Ja, dan kunnen ze hun vragen stellen. Ja, dus telefoon is bereikbaar. Ja. Prima. Nou, nog een laatste vraag. Is er nog iets wat je wil vertellen aan de kijkers, bijvoorbeeld van waarom ze HCC niet zouden moeten worden? Het is een ontzettend leuke organisatie. Heel veel enthousiaste leden. Heel veel informatie verstrekt over allerlei verschillende onderwerpen. Heel leuk. Bedankt. Ja, graag gedaan.